Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling niet goed. Er is mogelijk sprake van TOS, een taalontwikkelingsstoornis. Wij nemen je mee door de complexiteit van TOS vanuit een neuropsychologisch perspectief. Dit perspectief maakt het samenspel zichtbaar tussen taal, cognitie, sociaal-emotioneel functioneren en omgeving. Wat zie ik? Tappen in de hartjes, bij. Op een boze ooiertje, Ik ken het liedje, maar het klinkt zo anders. Er gaat iets fout met de klanken waarmee kinderen woorden maken. Oh, stop het nootje maar in je wangzak. Nee, in je wangzak. Wat heb je nu in je wangzak? Broodje. Wangzak, borstzak, nootje, broodje, woordenbrei. Wat betekent het nou allemaal? Er gaat iets fout met de betekenis van woorden. Kinderen begrijpen een stukje van het woord, maar niet het hele woord. Of ze verwisselen betekenissen. Ik heb zo'n zin in het bosfeest. Ik ook. Ik neem mijn vriendje hagedis mee. Oh, en wie neem jij mee? Dit kikkervriendjes ik meegeneemt. Moeilijke zin. Ik snap het niet. Er gaat iets fout met de volgorde van woorden in zinnen. En ook het verbuigen en vervoegen van woorden is lastig. Hoe kom je aan die lekkere aardbeien? Die ging ik bij haar gekocht. Oh, bij wie dan? Die ene, bij die boom. Hé? Welke boom dan? Die met die takken, toch? Geen idee waar ik die aardbeien nu moet kopen. Pragmatiek is een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling. De problemen die kinderen met TOS hebben, zien we terug in de manier waarop ze taal gebruiken in het contact met anderen. En dat contact met anderen is de voeding voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Als de taalontwikkeling hapert, liggen sociaal-emotionele problemen op de loer. De manier waarop kinderen en jongeren met TOS sociaal-emotioneel functioneren, wordt gekleurd door hun TOS. De kinderen worden vaak niet goed begrepen. Andersom begrijpen zij de taal van anderen soms niet goed. De interactie wordt verder vaak verstoord doordat kinderen met TOS minder initiatief nemen in de communicatie. Daardoor ontstaat het risico dat mensen uit hun omgeving steeds minder met hen communiceren. Dan is de cirkel rond en wordt de communicatie gaandeweg armer. De verstoorde communicatie kan bij kinderen met TOS leiden tot frustratie en woedeuitbarstingen. Of ze worden stil en trekken zich terug uit de interactie. De optelsom van problemen met taal, communicatie en sociale interactie raakt ook de identiteitsontwikkeling. Kinderen en jongeren met TOS hebben immers ook weinig taal om na te denken en te praten over wie ze zijn, wat ze vinden, denken, willen en wat ze voelen. Om te worden wie je bent, heb je niet alleen taal en communicatie nodig, maar ook de cognitieve vaardigheid om te leren en je te ontwikkelen. De cognitieve functies die daarvoor nodig zijn, zijn bij kinderen met TOS vaak minder goed ontwikkeld. Het gaat dan met name om EF, executieve functies, en TOM, the theory of mind. De executieve functies zijn belangrijk om jezelf aan te sturen en doelgericht te handelen. De TOM is van belang voor het begrijpen van je eigen en andermans binnenwereld en voor het afstemmen van gedrag op anderen. We denken dat het samenspel van innerlijke taal, EF en TOM het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren met TOS beïnvloedt. Mogelijk speelt een verstoorde innerlijke taal daarbij een rol. Taal gebruiken we immers niet alleen om te communiceren met anderen, maar ook om te communiceren met onszelf. Een verstoorde sociale taal belemmert de toegang tot de buitenwereld. Een verstoorde innerlijke taal belemmert de toegang tot je eigen binnenwereld en die van anderen. Hoe kinderen met TOS zich ontwikkelen is niet alleen afhankelijk van de aard en ernst van de taalontwikkelingsstoornis, maar ook van de omgeving waarin ze opgroeien. Die omgeving ziet er voor elk kind anders uit.
Er kan een rijke taalomgeving zijn, een eentalige, meertalige of anderstalige omgeving. En de kwaliteit van de talige interactie kan sterk verschillen. Ook verschillen in cultuur, opvoedingsstijl, sociaal-economische omstandigheden en omgaan met beperkingen maken deel uit van de omgeving waarin een kind opgroeit. TOS gaat niet alleen over taal. TOS gaat over het samenspel van taal, sociaal-emotioneel functioneren, cognitie en omgeving. Dat samenspel zien we als we kijken door een neuropsychologische bril. Om een kind met TOS te begrijpen, is inzicht in dit samenspel nodig. Werk daaraan, samen met je team. Bekijk het filmpje in je team en bespreek het met elkaar. Lees taal in het kwadraat, individueel of samen met collega's, en gebruik daarbij de leeswijzer. De Cantalis Academie doet onderzoek naar het samenspel van taal, sociaal-emotioneel functioneren, cognitie en omgeving. Onderzoek in de zorg en in het onderwijs van Cantalis helpt ons om TOS steeds beter te begrijpen.